eigenlijk vooral toen ze de kerk inkwamen allebei. Vooral toen ik die twee mensen daar zag lopen. Ik vond hem trouwens opmerkelijk ontspannen. Als ik het vergeleek met onze eigen koning 10 jaar geleden. Die keek strak voor zich uit. En hij keek links en rechts. Maakte knikbewegingen naar. Dat zou heel lang kunnen oefenen. Dat geloof ik graag. Maar toch, dat zou je zou zeggen dat het dan op zo'n moment juist misschien nog wel meer spanning hij was ook meebrengt. Je zag dat op een gegeven moment dat shot dat ze even stonden te wachten. Voordat ze die kerk binnengingen. En dat er werd ook allemaal gebabbeld en zo. Ik zou willen weten wat daar gezegd werd eigenlijk. Zeker. Maar ik vond hem dus echt opmerkelijk ontspannen. Maar wat was ontspannen? Die ontroering? Want dat herken ik denk ik wel, dat je denkt, ze hebben, nou ja, dat het zo lang heeft moeten duren totdat ze elkaar ook hebben gevonden. Ja, vooral het romantische verhaal daarachter. Ja, wat natuurlijk ook eigenlijk heel veel fraaie kanten heeft, want ik bedoel, ze was natuurlijk de minnares. En er zitten een aantal dingen in waarvan ik dan denk, ja, misschien moet ik dan toch wel tegen de monarchie zijn. Hoe dat allemaal gegaan is, ook met Diana en de kinderen die zij moest voortbrengen natuurlijk. Maar het feit dat zij daar nu stond en na 20 jaar toch erkend wordt door het volk ook. De meest gehate vrouw van het Verenigd Koninkrijk werd ineens koningin. Ze stond daar echt gewoon te stralen. Ja. Dat vond ik echt. Ik merkte dat ik dat echt ontroerend vond. Dat ik dacht van God, liefde overwint uiteindelijk toch alles. Nou, het zijn niet echt de uitbundige types. Maar ik vond het ontroerend op het moment dat Charles een kus kreeg van zijn zoon. Ook. En ik denk ook dat je leeft met hun mee. Maar het is eigenlijk ook vooral ontroering ontstaat bij jezelf. Omdat je dan aan je vergelijkbare situatie in je eigen leven. Jij bent ook wel eens gekroond. Elke dag word ik weer gekroond. Ja. Je zou je eigen vader, als die is overleden, ook nog wel een keer willen kussen misschien. Zeker, ja, dat is zo. Dat is wat er door mij heen ging. Ja, en ik vond het mooi om te zien hoe die aan de kroon even kwam, William. Dus ik dacht, dit is een dubbel signaal. Hij komt even aan die kroon om te zeggen, ik heb respect voor je als koning. En tegelijkertijd gaf hij hem een kus die niet scripted was om met Maxima te spreken. En dat was natuurlijk, ik heb ook respect voor je als mijn vader. Ja. En die kroon zat scheef, want dat heeft hij misschien ook geprobeerd. Die...